Ajax onder in beeld. Met vertrouwde namen, dus ook links achterin vertrouwd, weer Sinkgraven. En voorin dus één wijziging. En gelijk met de laatste wedstrijd, Tjerni speelt in plaats van Younes. Interland week voorbij, Interland break voorbij. En dat betekent dat er weer gewoon lekker ook door Ajax en NEC kan worden gevoetbald in de Eredivisie. Sinkgraven. Tempo zou hoog moeten zijn. Baltempo, Rijnburg als de twee defensieve middenvelders. Ziyech, krijgt hij hem mee? Nee. Dumic met de bal weg te krijgen. Ziyech en weer Dumic. De kosten van de corner deze keer. Niet zaligmakend. Dat zag Ajax ook in de wedstrijd tegen Willem II. Dus stonden ze binnen een half minuut 1-0 voor. Het zal een bekend beeld zijn, dit. Ajax in balbezit, diep op de helft van NEC. Het wordt balletje van Tjerni. Zeg ze dat... Zie je het? Het schot gaat via het achterhoofd van Kasper Dolberg naast. Links, zie je het? In de bal. Passing is nog wat onzorgvuldig, onnauwkeurig. Richting met name Dolberg een paar keer. Ook nu zie je echt die bal richting Schön. Dolberg. Zie je. Achterin Klaassen. Die bal gaat net over hem heen. Dan wordt corner terugleggen die bal. Schöne. Zie je. Op avontuur. Aan de wandel. Maar er niet langs. En zie je. En de achterlijn. Spelers doen, Ziyech. En dit is een geweldige pegel. Waar je als keeper wel heerlijk naartoe kan zweven. Joris Delle. Dat is een verraderlijke bal. Goed gegeven, goed geschoten door Ziyech. En prima gepareerd door Delle. Dat heeft dus wel die goal van Dolberg opgeleverd. Dat NEC, wat naar voren voetbal meer dan in de beginfase het geval was. Dat heeft al in een paar aardige kansen geresulteerd. Dan komt hij er net niet langs. Kans is nog niet verkeken. Ziyech, Klaassen en Dolberg voor de tweede. Een aanval die ten einde lijkt te komen, maar dan nog met de klasse van Ziyech en Klaassen kan er het een en ander. Overzicht is prima om hem terug te leggen daar waar Dolberg komt. En dan laat hij voor de tweede keer in een paar minuten tijd Joris Delle kansloos. Ziyech, Klaassen, Dolberg hangen. Sinkgraven. De rebound is van Ziyech. En die wordt voorbij geschoten, gejaagd werkelijk door Hakim Ziyech. Ja, Delle hoeft zich over de hoeveelheid werk niet te beklagen. Ziyech. Viergever schiet maar. Ja, in de ruimte gezien door Veldman. Dat hij hier ligt. Op zijn tandvlees van Haken. Maar met zijn kind vervolgens in het gras. Tjerni terugleggen. Goed gedaan. Wel. De kans niet heel veel liever met links uit. Maar ook nu weer het
voetballende gedeelte in deze aanval was ook weer prima. En weer terugleggen richting 16. Schöne. Ziyech. Wat je bij Ajax ziet is dat er zoveel spelers best heel graag de bal willen hebben. Dat maakt het voetbal wel zo makkelijk. Iemand. Ziyech. Traoré komt en Delo. Prima gekiept weer door die Fransman, Veldman. En zijn bal die bestemd was voor Traoré. Die dan ook wel weet dat de keeper komt. Linksback van NEC ver voorin. Blijft geblesseerd achter. Ziyech. En die wordt gehaakt door Van Hagen. Die daarvoor geel krijgt gepresenteerd. Julian van Haken in de achtervolging op Hakim Ziyech. Trakt hem daar op de hakken. Sinkgraven, Dolberg. Hattrick. Traoré. Traoré, hij ook nog scorend dan. Ziyech en Schöne. Dat zijn de mannen achter de bal voor deze vrije trap. Ziyech en die jaagt hem naast. Kleept nog op die bal, verrichting is veranderd. Via het shirtje moet het dan zijn geweest nog weer van een NEC-speler. Traoré net niet. Ziyech gaat het duel aan. Klaassen. Traoré. Una decisión bastante arriesgada. Veremos. Bueno, y que le puede costar. Negni Mega. Deli Singraven. Ziyech. Aunque el Ajax sepa que ya no tiene el Heracles, por ejemplo. Clubes que tienen algo, ¿no? Que no están funcionando muy bien en cuanto a resultados, pero que sus. También es verdad que no llegaba nadie a apoyar al danés. No, a quitarse, espantar todos los fantasmas del Ajax. Incluso en la grada se está viviendo así, ¿no? Un poco casi como, no sé, una centraore Ziyech. Centro de Ziyech hacia el segundo palo. Ahí esa incorporación del NEC no es tal. Acompaña en la jugada, pero los hombres del Ajax siempre reciben cómodos. Don Casper Dolberg, que en cuanto encontró posibilidades de remate, lo liquidó con su hat-trick en el margen de muy poquito tiempo, lo que va del minuto 18 al 37. Que ha hecho goles cuando el equipo estaba mal y ahora son otros los que aportan esos goles. Otra oportunidad ahora en este córner de buscar el remate. A lanzar Hakim Ziyech. Pelota de Ziyech, pues más claro no lo ha podido tener ahí Davinson Sánchez. Yo no creo que. El del NEC que se siente en absurdo, solo le puede ver de lejos. Ziyech a lo suyo, que es que quiere marcar y además quiere hacerlo a su manera. Quiere dejar un gol bonito. Y hoy Jory Delé le está leyendo las intenciones. Es casi inevitable. Insisto en la generosidad de Casper Dolberg. Es muy apetecible también marcar cuatro goles. Y hoy ya apostábamos por ello cuando comenzaba la segunda mitad.
y está pretendiendo en algunas de estas jugadas en las que reciben ventaja dentro del área que se están a mucha distancia estos dos equipos. Falta de Ziyech. Bueno, vi que le incluso pedía ahí la cartulina. Ya parece que no quiere hacer más sangre. Bueno, Traoré, sí. Traoré es de los que... Davinson Sánchez, Ziyech. De nuevo Ziyech. Lo busca de todas las maneras. Fíjate Klaassen, qué enfado tenía ahora porque no le metiera el balón en profundidad. Es que además está tan obsesionado que está ejecutando mal y eligiendo mal. Hacia atrás a sus rivales. Ziyech. Bertrand Traoré. Hakim Ziyech. Breinburg. Ziyech, Riedel, Ziyech. Qué balón ha puesto Ziyech. No ha llegado a completar con el remate, Clement. Le faltó una zancada. O bien rematar directamente. Era complicado porque el balón venía con rosca además, así que se iba cerrando hacia el portero. Axel Dykes y David Klaassen. El Ajax que se va a colocar con 30 puntos. Demostrando que ese empate a 2 ante la Z no fue con insistencia más. Y el equipo rival que tampoco quería una goleada aún más escandalosa. Para el Ajax se acabó el partido. Ámsterdam.